Afgelopen week was de aandeelhoudersvergadering van Tesla. En veel interessanter, tenminste dat vond ik, was wat daarna kwam. Want dat was wat Tesla noemt Battery Day. En juist over Battery Day wil ik in deze video een samenvatting geven. Ten eerste natuurlijk omdat Tesla mijn grootste positie is. En ik het dus heel erg interessant vind. Maar ik heb ook uit de reacties van jullie gemerkt dat van jullie ja, Tesla interessant vinden. Of ik een video wilde maken wat betreft de samenvatting van Battery Day. Dus dat ga ik in deze video doen. Samen met mijn mening, mijn visie en wat ik zelf van plan ben met Tesla de komende tijd. Genoeg te bespreken weer, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus vooral richten op Tesla en vooral dus de Battery Day. Maar laten we voordat we daarmee beginnen eerst gaan kijken naar de waardering van Tesla. Oftewel, wat is de koers van Tesla? En op dit moment is de koers $405 voor één aandeel. Nou, niet zo heel lang geleden was dat nog $500 en dat was een beetje ten tijde eigenlijk van de aandelensplitsing. En daarna, toen die splitsing eenmaal had plaatsgevonden, zakte het ook vrij snel wel weer terug naar $330. Dat zagen we eigenlijk een beetje hetzelfde gebeuren rondom Battery Day. De dag zelf, dat het eigenlijk 's avonds zou zijn, zakte het naar $424. Toen heb ik trouwens zelf nog een paar aandelen bijgekocht. Maar de dag na Battery Day zakte het aandeel verder uiteindelijk naar $360. Om uiteindelijk iets hoger te sluiten die dag op $380. En er was op dit moment dus een beetje een hype rondom dit soort belangrijke momenten van Tesla. Dat hebben we eerder gezien rondom die aandelensplitsing. En nu dus eigenlijk ook rondom Battery Day. Dit is eigenlijk zo dat de analisten te hoge verwachtingen hebben. En dat Tesla deze niet waar weet te maken. Of misschien eigenlijk andersom. Tesla wil eigenlijk iets presenteren, maar de verwachtingen van analisten waren veel hoger. Dus daarom ging de koers van tevoren een stuk omhoog. Maar wanneer het nieuws naar buiten komt, wanneer het definitief vanuit Tesla komt, valt het tegen. Naarmate dus wat de verwachtingen waren en zie je de koers te zakken. En tijdens Battery Day kwamen eigenlijk heel veel dingen, ja, werden bekend, werden aangekondigd. Die we van tevoren eigenlijk al wisten vanuit geruchten. Ze werden dus eigenlijk bevestigd. Alleen waar analisten dus van tevoren hadden gedacht dat het misschien wel meteen dit jaar zou geïmplementeerd worden, zei Tesla eigenlijk van we gaan het de komende 3 jaar implementeren, opbouwen. We hebben het nog niet functioneel op een grote schaal, dus daar zit ook nog een onzekerheid in. Dat was dus eigenlijk niet wat analisten hadden verwacht. Oftewel, dit was het moment voor veel grote bedrijven om hun winst te nemen en dus hun aandelen in Tesla te verkopen, want zij zijn vaak gericht op de wat kortere termijn. Nou, Tesla heeft gezegd, dit jaar gaat het niet gebeuren en waarschijnlijk voordat het helemaal compleet is het plan, zijn we 3 jaar verder. Dat is geen korte termijn, terwijl juist eigenlijk wel weer kansen biedt voor beleggers zoals jij en ik. Degene particuliere beleggers die vaak op de lange termijn willen richten. Ik heb in ieder geval het geduld om een paar jaar te wachten. En we zien dat eigenlijk ook in de koers terugkomen, want die eerste, of eigenlijk de tweede dag na Battery Day, zien we de koers weer oplopen, de koers weer stijgen. Ik verwacht juist dat veel kleine beleggers daar hebben geprofiteerd van de lagere koers. Ik helaas niet, ik heb dat moment weer gemist. Maar in de dagen na Battery Day zien we de koers dus stijgen van $360 naar de $405 die het op dit moment is. Maar laten we ook even gaan kijken naar wat is er dan besproken tijdens Battery Day. Wat zijn de hoofdpunten van Battery Day? En daarbij begint Tesla eigenlijk een beetje met een vergelijking ten opzichte van andere autofabrikanten. Tesla in de laatste 12 maanden zagen we een groei van zo'n 17%. Terwijl eigenlijk alle andere grote namen krimpen met ongeveer 10%, minstens 10%. Dat uiteindelijk 26% met de grootste krimp. Nou, daarnaast laat Tesla eigenlijk ook zien wat mogelijk is als we dat zouden willen. Van de nieuwe capaciteit die dit jaar in de VS wordt opgericht, zeg maar, zit meer dan 3/4 wordt geïnvesteerd in zonne- en windenergie. En kijk bijvoorbeeld in 2010 kwam nog 46% van de energie uit kolen. Terwijl dat juist inmiddels al gehalveerd is. Dus dat is eigenlijk al, laat wel zien van als we willen. En natuurlijk, het kost een paar jaar. Maar we kunnen wel heel veel dingen bereiken. En we zullen ook zien dat Tesla niet een bedrijf is wat zich op de korte termijn richt. Maar juist voor het probleem oplossen gaat ook op de lange termijn. Alleen Tesla ziet wel dat er eigenlijk 2 grote problemen zijn om tot dat doel te komen wat ze willen bereiken. Het eerste probleem is dat eigenlijk de batterijfabrieken niet snel genoeg kunnen opschalen. Nou, Tesla zegt dat we moeten werken naar zo'n 20 terawattuur. Maar op dit moment bijvoorbeeld met hun huidige Gigafactory, de grootste fabriek die er nu is, die heeft zo'n 150 gigawattuur per jaar. Oftewel, we hebben 135 van dit soort fabrieken nodig.
Dat is dus eigenlijk niet de oplossing die we zoeken. Omdat het gewoon bijna niet te doen is om zoveel fabrieken overal ter wereld te bouwen in de komende tijd. En het tweede probleem wat Tesla ziet is juist betaalbare auto's. En dan bedoelen we dus eigenlijk betaalbare elektrische auto's. Want die zijn dus vooral afhankelijk van het accupakket. Nou, de laatste jaren daalt dat wel, maar lang niet zo snel als dat ze eigenlijk hadden gewild. We zien dat de curve eigenlijk ook afvlakt. Terwijl juist de markt voor elektrische voertuigen juist flink stijgt de laatste jaren. En dat is eigenlijk nog een moment dat niet eens deze auto's bereikbaar zijn voor iedereen. Dus naarmate we de prijs iets zouden kunnen verlagen, kunnen veel meer mensen dit soort auto's kopen. Wat uiteindelijk dus beter is voor het milieu en daar willen we eigenlijk naartoe werken. Zeker Tesla wil daar ook naartoe werken. En voordat we gaan kijken naar hoe Tesla daar naartoe wil werken, wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal? Onder deze video vind je een link om te abonneren en klik ook zeker op het belicoontje om nooit meer een melding te missen wanneer er een nieuwe video online staat. Maar zoals gezegd, Tesla heeft dus eigenlijk een plan gemaakt wat zij de komende jaren willen gaan doen om dit probleem aan te pakken, om deze twee problemen eigenlijk op te lossen. Dat plan bestaat uit 5 stappen, waarbij de eerste stap over het ontwerp van de batterij gaat. Nou, eerder had Tesla bijvoorbeeld de 1865 batterij en toen zijn ze overgegaan naar de 2170, waarbij 2170 staat voor 21 bij 70 mm, dat is het formaat van de batterij dus. En die overgang ging eigenlijk ook gepaard met 50% meer energie in zo'n batterij. Nou, inmiddels hebben ze weer een nieuwe batterij, de opvolger dus van die 2170. Deze is makkelijker te maken, bestaat uit minder onderdelen en is ook nog efficiënter. Er zit 5 keer meer energie, 16% meer rijbereik. En ik denk dat ze hierbij bedoelen 16% meer rijbereik met hetzelfde gewicht van een batterij. En uiteindelijk ook 6 keer meer vermogen. Zoals we zeiden, het is een grotere batterij. Want waar we eerst 2170 hadden, zien we nu 46 bij 80. En alleen dit ontwerp van die batterij zorgt er al voor dat er een kostenbesparing is van 14% eigenlijk op de accu. Het tweede onderdeel van dit plan gaat over de batterijproductie. Daar zien we eigenlijk dat er 86% minder geld nodig is wanneer ze een investering doen. En dat ze ook 75% minder oppervlakte nodig hebben om deze batterijen te kunnen maken. Dus wat wil zeggen, op dezelfde oppervlakte als waar ze nu in die Gigafactory 150 gigawattuur per jaar maken, is dan dus 1 terawattuur, oftewel 1000 gigawattuur per jaar mogelijk. Oftewel een verbetering van de factor 6. En dit zorgt weer voor een extra kostenbesparing van maar liefst 18%. Bovenop die 14% die we al eerder hadden. Oftewel inmiddels al 32% besparing op de accu. Dan gaan we door naar de derde stap. Dat zijn de anode materials. Dat zijn de materialen in de batterij. Ook daar zijn verbeteringen mogelijk. Maar ik kon daar niet al te veel informatie over vinden tijdens de presentatie. Dus ik kan er ook niet al te veel over vertellen. Het was nog een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het zorgt wel weer voor een extra besparing van zo'n 5%. En dan zitten we inmiddels al op 37%. Gaan we door naar de vierde stap. Dat zijn de cathode materials. Ook dat zijn onderdelen in een batterij. Sommige materialen zijn beter, maar ook weer duurder. En hebben ook eigenlijk andere eigenschappen. Terwijl andere materialen misschien weer moeilijker aan zijn te komen. Of juist onder slechte omstandigheden zijn aan te komen. Zoals we weten dat bij kobalt het geval is. En gelukkig is Tesla zo'n bedrijf dat al heel weinig gebruik maakt van kobalt in hun batterijen. Maar dat willen ze natuurlijk het liefst naar nul terugbrengen. Dus Tesla wil gaan kijken naar verschillende materialen voor verschillende toepassingen. Zo zien we bijvoorbeeld ijzer bij de modellen, ja, de kleinere modellen. Ook een nieuw aangekondigd model. Of voor de grote energieopslag. Kijk bijvoorbeeld naar nikkel en manganese. Dat willen ze juist weer bij grotere modellen en ook bij de Powerwall gebruiken. Terwijl we juist een hoog nikkelgehalte willen gebruiken voor de Cybertruck en voor de Semi. En dit alles zorgt weer voor een verdere kostenbesparing van 12%. En dan zitten we inmiddels al op 49%. En dan de vijfde en laatste stap. Dat is eigenlijk het accupakket wat ze hebben en het autoontwerp om dat te combineren. Zoals we weten doet Tesla eigenlijk alles zelf. Ze doen eigenlijk alle stappen, zijn ze heel erg bij betrokken, ontwerpen ze zelf, fabriceren vaak zelf. En dat biedt gewoon dat ze heel veel kansen hebben. Je kunt veel meer doen wanneer je zowel het ontwerp van de auto doet als het accupakket. Maar bijvoorbeeld wanneer jij, ik noem maar iets, Mercedes bent en je bent afhankelijk van een accupakket van een leverancier, dan moet je eigenlijk daar je auto omheen bouwen. Maar wanneer je dus allebei doet, dan kun je deze op elkaar afstemmen.
Ten eerste zien we dat Tesla het proces verbetert bij de Model Y, waar nu eigenlijk een heel groot gedeelte van de auto uit één stuk bestaat. Dit zorgt voor 40% kostenbesparing, maar ook voor 79% minder onderdelen in die auto. Zoals gezegd, ze zijn ook bezig met het accupakket wat ze eigenlijk willen verwerken in de auto. Dit zorgt ook voor 370 minder onderdelen en zorgt tegelijkertijd dat het mogelijk is om uiteindelijk 14% meer rijbereik in een auto in een accu te krijgen. En ook dat, die twee dingen samen dus, zorgen voor nog eens 5% besparing op het totaal. Dan gaan we dus kijken naar wat hebben we nou eigenlijk gezien. Wat zijn al die besparingen die we in deze 5 stappen hebben gezien? Wat zijn daar nou de belangrijkste cijfers van? Nou, ten eerste 54% meer rijbereik is er mogelijk met deze plannen die ze hebben. 56% goedkoper om een accu te produceren. Nou, ze zeggen dat de sweet spot zo rond de $100 per kilowattuur ligt. Tenminste, dat is wat experts verwachten, dat dan een elektrische auto interessanter wordt, rendabeler wordt dan een ICE auto te kopen. Oftewel een brandstofauto te kopen voor de particulier, voor de grootste groep misschien wel. Analisten dachten dat Tesla vorig jaar zo rond de $150 per kilowattuur zou liggen. Dat het inmiddels al een beetje verbeterd is. Maar door deze besparing de komende jaar zou het wel eens richting de $60 of $70 per kilowattuur kunnen liggen. En dat is dus ver onder die $100 waar experts zeggen van dat is de belangrijke grens. En dan heeft Tesla dus ook nog eens een heel erg grote voorsprong op concurrenten. Want heel veel concurrenten, ja, Tesla liep al voor. Maar nu maken ze dus door deze kostenbesparing zo'n grote stap vooruit dat eigenlijk de voorsprong alleen maar groter wordt. En dat zorgt er dus ook voor dat Tesla binnenkort, ze hebben het eigenlijk al een beetje aangekondigd, we willen gaan komen met een nieuw model wat $25.000 gaat kosten en waar al autopilot in zit. Dus dat is eigenlijk, ja, best wel een goedkope auto. Tenminste, rond die prijs worden heel veel nieuwe auto's verkocht, zeker in Amerika. Maar nu heb je dus eigenlijk een iets goedkopere auto nog waar al autopilot in zit en waar de onderhoudskosten, dus de kosten die je hebt om het auto ook nog eens te rijden, stukken lager liggen dan bij een verbrandingsmotor. En financieel gezien is het dan gewoon veel interessanter om een elektrische auto te kopen op dat moment. En als laatste zien we ook nog eens dat Tesla denkt dat ze dan 69% minder geld nodig te hebben om een productiecapaciteit van 1 gigawattuur op te bouwen. Dus ja, om hetzelfde te bereiken hebben ze nu bijna 70% minder geld nodig. Dus dat zorgt er gewoon voor. Ze weten al winst te maken, ze hebben genoeg kapitaal. Maar als ze dat kapitaal ook nog eens heel efficiënt in kunnen zetten, kunnen ze eigenlijk ook daar op dat punt een heel erg grote voorsprong opbouwen. En dat moet ervoor zorgen dat eigenlijk de komende tijd, de komende jaren, deze curve dus eigenlijk weer steiler gaat. Oftewel, steiler naar beneden gaat de komende jaren. Nou, wat is nou eigenlijk dan mijn visie en mijn mening op basis van deze Battery Day? Nou, ten eerste denk ik dat het een goed moment is voor een reality check. Het is niet langer allemaal gebaseerd op geruchten of op de hype. Maar nu krijgen we eigenlijk nieuws vanuit Tesla en weten dus ook precies hoe het zit. Het is niet de tijdsplanning die heel veel van ons misschien verwacht hadden. Of tenminste, veel grote investeerders hadden verwacht of gehoopt. Zij zijn vaak gericht op de korte termijn. En hebben dus ook, denk ik, veel posities verkocht om winst te nemen. Daardoor ging de koers ook omlaag. Maar het biedt dus eigenlijk ook kansen voor de investeerders zoals jij en ik, die voor de lange termijn gaan. Want juist op dit soort momenten is het interessant om Tesla te kopen. Ook ik heb dus de afgelopen week nog extra aandelen bijgekocht. 5 stuks op de dag dat Battery Day 's avonds zou zijn. Ik heb ze toen gekocht voor rond de $425. Ik weet niet of het de juiste waardering is op dit moment. Ik koop het voor de lange termijn. Ik denk dat het dan meer waard zal zijn. Daarnaast is het misschien ook dat ik meer risico durf te nemen dan jij. Meer risico kan nemen dan jij. Omdat ik met geld beleg wat ik niet nodig heb. En ik zal ook in de toekomst nog regelmatig bijkopen wanneer ik denk dat het een goede koers is. Een beetje kijken naar andere bedrijven, wat ik daarvan denk. Dat ik ook een beetje spreiding opbouw. Maar zeker wanneer bij andere bedrijven geen betere kans is, ga ik zeker nog aandelen van Tesla kopen. En mocht je nou aandelen van Tesla zelf ook willen kopen, ik maak gebruik van de Giro. En een link naar de Giro vind je onder deze video terug. Daar help je het kanaal mee mocht je jezelf daar aanmelden om een account te openen en dus je eerste aandelen bijvoorbeeld van Tesla te kopen. En zoals gezegd, ik koop Tesla juist bij voor de lange termijn, omdat ik heel veel kansen zie ook voor de lange termijn, dat de koers dus nog veel, ja, mag wel een paar keer over de kop gaat. Elon Musk heeft ook grote verwachtingen voor de toekomst. Hij verwacht dat ze 50% per jaar gaan groeien, in ieder geval voor de komende 10 jaar nog. En zoals ik al vaker heb gezegd, denk ik niet alleen dat het dan op auto's gericht moet zijn, maar dat het veel breder gaat worden, dat Tesla echt een energiebedrijf is. We zien al dat Tesla volop bezig is om die batterijcapaciteit eigenlijk met die fabrieken op te krikken. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat in de toekomst
als Tesla meer capaciteit heeft dan ze zelf nodig hebben, dat ze misschien nog wel batterijtechniek of hele accupakketten aan concurrenten gaan verkopen. En ook ARK Invest was erg onder de indruk van wat Tesla heeft verteld op Battery Day. Zij waren natuurlijk al heel erg grote fan van Tesla. Eerder hadden ze al een koersdoel van $7,000 per aandeel. Dit was voor de aandelensplitsing. En ik heb daar trouwens eerder een video over gemaakt. Dus als je die wil zien, hier vind je een link, maar ook trouwens onder deze video terug. Nou, als we die aandelensplitsing dus mee gaan nemen, gedeeld door 5, zouden we op dit moment dus uitkomen op $1,400 per aandeel. Maar dat is eigenlijk de oude situatie. Uit de interviews die ik heb gezien van ARK Invest met Tasha Keeney, hint ze wel een beetje naar dat er een update komt en dat die update in ieder geval hoger uit gaat vallen. En dat is eigenlijk het doel van ARK Invest, het koersdoel, de koersverwachting over 4 of 5 jaar. Nou, laten we in ieder geval uitgaan van minstens $1,400. Dan is de koers van nu, valt dan nog wel mee. Maar ja, dat is voor iedereen anders. Iedereen heeft een andere verwachting van Tesla in de toekomst. En ik doe zelf nooit uitspraken over een koers die ik verwacht in de toekomst. Daar moet ik zelf trouwens ook nog een model voor maken. Dat wil ik wel gaan doen, nog geen tijd gehad. Maar ik denk wel dat de koers vele malen hoger ligt dan de koers dat je op dit moment is. En ik ben ook erg benieuwd, wat denk jij van Tesla na Battery Day? Wat verwacht jij van de komende jaren? En hoe denk jij over het bedrijf? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Maar je helpt ook zeker het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.